Het is enorm druk. In november en december doen we zo ongeveer 9 miljoen artikelen verwerken we hier. Dus ja, het is echt topdrukte, waaronder een groot deel Sinterklaas cadeaus. Hoeveel is dat per seconde? Hoeveel cadeaus? Op het drukste moment krijgen wij zo'n 14 artikelen per seconde binnen die we gaan verwerken. Dus ja, echt topdrukte. Maar liefst 1000 man extra personeel werkte deze dagen bij bol.com. Ook 's nachts wordt er doorgebikkeld. De werkvloer is 55.000 vierkante meter groot. En dat zijn 8 voetbalvelden. Er zijn de verdiepingen nog niet eens meegerekend. De meeste bestellingen komen uit Noord-Holland bij ons. En besteden ze ook aardig wat in bedrag? Ja, als je het vergelijkt met de rest van de provincies is het best hoog. Maar Noord-Brabant doet het nog ietsje beter. Voor Sint blijkt online shoppen echt een uitvinding. Voor het eerst is er dus de grens van 1 miljard euro gepasseerd. Vooral 's avonds tussen 9 en 10 wordt er besteld. En daar zitten veel kindercadeautjes bij. Ja, er springen echt een paar cadeaus uit op de verlanglijstjes. Lego staat nog altijd ver bovenaan. Maar ook de traditionele bordspellen zoals Monopoly doet het ieder jaar weer goed. En elektronisch speelgoed is heel populair. Maar is dit dan echt zo'n gesmeerde organisatie dat geen kind teleurgesteld wordt? Want er blijkt toch één ding uitverkocht. Bijvoorbeeld de elektronische knuffeldiertjes. Ja. Zijn die uitverkocht? De Hatchimals, die zijn bijna uitverkocht, ja. Bijna? Bijna.